Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben nog steeds ziek sinds zaterdag en het is wel erg eigenlijk. Ik kom net uit mijn bed gerold, het is 12 uur. Ik ga met een koffietje even buiten zitten voor vitamine D. Ik gebruik dus trouwens weer havermelk. Ik vind het echt niet lekker, die melk. De yoghurt is wel, valt wel goed, de lactosevrije. Ik ben geen barista. Beetje veel. Ik drink het eigenlijk nooit op. Super zonde. Als je dus minder melk neemt, dan schijnt het niet goed. Heel veel gezweet. Echt heel veel. Dus dat is wel goed. Ik denk dat het misschien iets beter gaat. Alleen mijn keel nekt me nu echt. Doet zoveel bij. Maar ik wil wel praten. Dan bleef ik maar zo lang mogelijk in bed liggen. Ik heb gisteren een TikTok geplaatst trouwens. Ik weet niet of ik op TikTok wil, want ik vind het zonde, want daar heb je dan zoveel minder weergave en daar heb je maar 258 volgers. Hallo, ik ben ziek en daarom vond ik het een leuk idee om een Too Good To Go box op te halen en dit op TikTok te zetten. Ik heb eierkoeken gekregen. Wat ik... Dit is dan wel 1800 keer bekeken, maar ja, dat komt omdat ik het op Insta heb gedeeld. Ik vind het zonde, denk ik. Ik doe het liever op YouTube. Ik vind het wel leuk op TikTok, maar ik vind het dan zonde van mijn YouTube kanaal. Ik heb zoveel zin om elkaar door op te ruimen, maar ik moet gewoon echt uitzieken. Hallo, het is woensdag. Ik ben nog steeds super ziek. Het is helemaal, hier is het helemaal opgezwollen. Dus ik vlog niet, want ik ben gewoon ziek. Ik ga even fruitsalade maken. De vorige twee dagen kon ik echt bijna niks door mijn keel krijgen. Ik kan ook niet anders praten. Ik ben zo bang dat ik niet naar de begrafenis kan. Ik heb wel in het zonnetje gezeten vandaag en gisteren, dus dat is wel fijn. Dat ik weet voor later of dat van oma was. Ik wil even Melissa helpen, dan even lekker borrelen. Heel veel pijn, en je zag gewoon, het is klaar, zeg maar. Ik ben zo bang dat ik niet naar de begrafenis kan vrijdag. Het gaat gewoon niet beter. Ik ga nu even broodtrommel maken. Dat doe ik altijd op donderdag. Woensdag. Framboosjes, blauwe besjes, blauwe druiven. Komkommer in hartjes. Lekker dit. En iets lekkers van de bakker. Eén keer in de week mag dat wel. Vandaag gaat het eindelijk ietsjes beter. En ik heb lekker de Bachelorette gekeken. En nu gaan we de hele avond You kijken. Want het is een nieuw seizoen. En morgen kan ik gelukkig gewoon naar de begrafenis. Dat is fijn. Eten lekker simpele pasta en kip. En lekker chillen. En niet veel praten, anders wordt het niet beter. Nog steeds helemaal opgezet hier. Goedemorgen. Ik kon echt zo erg niet slapen weer. Het is gewoon als je ziek thuis bent, je beweegt niet. Dus ik was om 11:30 nog wakker. En ik ging om 11:30 toch nog een speech schrijven voor oma. Ik wil dat uiteindelijk niet meer doen, omdat ik zo ziek was dat ik dus en geen stem heb en... Gewoon geen kracht had om iets te schrijven, maar het voelde niet goed. En ik vind dat het wel moet lukken. Met mijn stem, hij is wel een beetje terug. Ik wil alleen niet heel erg hoesten, maar goed. Ik heb wat geschreven, papa brengt het voor me uit. Ik heb alleen nog geen idee wat ik aan moet. Oma wilde liever geen zwart, maar het is niet dat het niet mocht of zo. En dat viel wel in het zwart gaan, maar ik heb altijd kledingcrisis en ik had eigenlijk iets moois willen kopen of zo, maar dat heb ik natuurlijk niet kunnen doen. Dus ik moet over een uur weg. Ik wil mijn haar echt zo strak naar achter doen. Maar ik heb dus nog geen outfit, dus ik moet echt gaan opschieten. Maar ik wil ook weer niet te erg overhaasten. Oh, ik hoop zo dat het gewoon lekker... Dat ik gewoon echt in de dag kan zitten en niet bezig ben met dat ik ziek ben. Zo irritant, maar volgens mij gaat het al wel ietsjes beter hoor. Vorige keer was ik de ceremoniemeester bij opa. En daardoor moest ik mezelf de hele tijd een beetje groot houden. Dan kon ik niet echt mijn emotie toelaten. Omdat ik steeds weer naar voren moest om wat te zeggen. En nu is mama dat dus. Dus ik ben benieuwd. Gisteren tijdens het schrijven van die speech moest ik wel huilen in bed. En dat is voor het eerst dat ik weer heb gehuild sinds best wel een tijdje om oma. Dus dat is op zich wel fijn om van je af te schrijven en praten. Het is een super mooie dag. En ik heb er op een of andere manier wel zin in. Ik heb heel veel zin om samen met mijn familie weer te zijn en zo. Met z'n allen afscheid te nemen. Het voelt gewoon goed. Dus ja. En daarna gaan we nog even met z'n allen wat bij Laplace eten. Zoals we altijd deden met opa en oma. Wat we ook bij opa's begrafenis hadden gedaan. Hey, time to go. Ik heb mijn haar heel strak naar achter met haarlak. Wat ik wel mooi vind. Make-up moet ik nog doen. Dit is een oud blouseje. Die eigenlijk te kort is. Maar ik vond hem wel mooi. Met oude schoenen ook. En dan velvet flared broek. En nog even opmaken in de auto. De huid is zo zacht. Ja.
gehad, omdat ik een week geen cup heb gehad. Het lijkt alsof ik niet bruin kan worden, want ik zo dik ben. Als ik naar je kijk, ziek zijn. Ready. Soms dan drama een parkeerplaats vinden in Lara. Ik moet naar de wc. Ik ben altijd zenuwachtig voor dingen. Nu ook. Ik wil even weten eigenlijk. Die dragen? Ja, op het graf zetten. Ja. Hier is een schepje hoor. Alles is dat niet perfect. Dat is een band erom. Het is 7:07, we zijn al thuis. Het voelt echt alsof hij in een kwartier naar huis is gereden. Niet normaal. Zo snel. Iedereen is kapot. Mijn stem is nu echt gone, bijna. Maar het was heel erg leuk. Oh, dat is heel raar om te zeggen, maar het was heel leuk. Super veel mensen kunnen kletsen. Mijn nichtjes en zo, maar ook andere mensen die ik waarschijnlijk nu nooit meer zie. Vriendinnen van mijn moeder en vriendinnen van mijn oma. En gewoon, het was heel erg fijn. En mijn speech ging goed, het ging heel snel. Eigenlijk ging alles goed. We zijn lekker bij Laplace gaan eten nog. De sfeer was heel goed, alles was goed. Dus dat is fijn. En ik voelde me ook niet echt muziek. Dus, ja. Nadenschil mee. Ja. We hadden mijn nadenschil mee. Nee, ik heb zoveel gepraat met mensen. Dat is niet normaal. Ik had mijn haar dus zo. Maar ik zag het op de foto's. Toen dacht ik, had ik nou toch maar die knot ervan gemaakt. Dus ik had het helemaal perfect zo gedaan, zodat ik een knotje kon maken. Maar ik vond een staart ook wel leuk, maar... Ik zag zeg maar op de foto's dat... Ik heb dit natuurlijk niet gedaan. Dus ik heb dit niet mooi glad gemaakt of zo. Dus de staart was eigenlijk heel rommelig. Vergeleken met de rest. Niet dat dat ook maar een reet boeit natuurlijk. Maar oké. Ik heb onwijs veel gekletst. En nu ben ik op. Maar het was gewoon heel fijn. Ik kreeg af en toe tranen. Niet heel veel gehuild. En iedereen was oké. Dus nu gaan we nog even you kijken. En dan ga ik echt naar bed. Ik ben kapot. Wel leuk, want dit blouseje is dus super oud. En eigenlijk ook een beetje te kort. Maar ik dacht, doe het gewoon aan. Super leuk blouseje, maar is eigenlijk te klein. Wat is deze schoenen erbij? Volgens mij zijn ze van Fabienne Chapeau, maar ik ben niet zeker. Ik draag ze heel af en toe, maar ze blijven echt fantastisch. Zo blij met die schoenen, maar ik kreeg complimenten over de match van mijn sterren. Ik had dus echt geen tijd om een outfit samen te stellen. En gewoon oude dingen uit de kast heb getrokken, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Ik had dus uiteindelijk toch zwart aan. Ja, vond ik toch prettig. Dus dit was het. Deze broek had ik toegekregen van... Nee, en heb ik gekocht zelf bij Guts & Gusto. Het is wel mooi. Velvet, maar echt glimmend. Dus het zat ook echt te glinsteren in de kerk. Vond ik wel heel mooi. En het heeft een split. Ja. Ik heb nu het gevoel dat ik veel moet vloggen, maar ik niks heb gevlogd. Dus ik wil dingen zeggen, maar ik heb niet echt maar wat te delen. De spiegel uit de zaak staat hier nu trouwens. Het is wel een mooie plek om hier ergens op te hangen. Oh ja, deze oorbellen had ik bij Vera Moda gekocht. Die had ik met kerst in toen oma hier ook was. Dus ik dacht, ik doe die vandaag weer in. Die zijn echt super mooi. Mijn huid is ook super zacht en... Egaal doordat ik een week geen make-up heb gedragen. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus dat wou ik nog even zeggen. Ik heb er nog wat te melden. Nou ja, mijn nichtje vroeg. Het is grappig, mijn nichtje zegt altijd... Zij ziet er altijd zo fabulous uit. En ze noemt mij altijd schattig. En denk ik altijd, nee, hoezo ben ik schattig? En dit keer zei ze niet dat ik schattig was. Dus dat is echt goed. Maar ze vroeg of ik een wet look had in mijn haar. Ik zeg, nou, ik heb gewoon mijn haarstak met haarlak gedaan. Ik vind dat dus wel mooi. Maar dit vind ik eigenlijk echt het verpesten. Het idee was dit. Voor deze look wilde ik gaan. Ik vind dat zo mooi. Strak erachter met een knot vind ik echt zo chic. Maar ja, toen vond ik dus die staart al prima. En nu denk ik, why had ik niet een knot? Ik weet jongens, het boeit allemaal geen reet. Maar ik heb toch anders verder ook niks te melden. Wat ik ook stom vind, is als je gezicht bruin is door make-up of wat dan ook. Dat dit dan wit is.
Nou, nu ga ik echt stoppen met vloggen, want het is allemaal tijdverspilling. Good morning, eigenlijk middag. Jongens, ik heb dus bij Shein besteld. Vroeger kreeg ik daar dus gratis kleren van. Net als heel veel mensen die al lang op YouTube zitten, volgens mij. Maar nu zocht ik op hartjes trui of zo. En toen kwam ik bij Shein terecht. Toen dacht ik, oh my god, ik moet bestellen. Ik ben zo benieuwd. Ik wil even aan jullie laten zien, maar ik heb meerdere dingen besteld. Maar sommige items leken me dus echt helemaal fantastisch. Ik ben super benieuwd. Het ziet er best wel netjes uit, zo'n zak. En deze trui kostte dan bijvoorbeeld 20 euro. Oh, ik dacht die short was. Hij is blauw. Ik hoop dat hij niet kriebelt. Dit is een try die ik heb besteld. Dit is al heerlijk. Er zitten geen labeltjes in. Omdat het waarschijnlijk gewoon crappy. Ik laat het gewoon even zo zien. Oh ja, een broek. Ik heb geen idee wat betreft de maten. Je kan echt alles opmeten, maar dat doe ik nooit. Dus zo'n broek die ik gisteren ook aan had. XL. Lijkt best goed. Je kan het als ik zo zit niet echt inschatten. Maar in ieder geval qua kwaliteit ziet het er gewoon echt goed uit. Als het goed is heb ik ook een rib. Ja, zo'n broek. Oh, ik zie het al. Dit is echt niet mijn ding. Mijn favoriete broek, daar ben ik dus naar op zoek. Naar een vervanger. Zo'n rib corduroy broek. Maar dat is niet dit. Nou, dit was dan 10 euro. Dus ik dacht, ik ga gewoon een gok wagen. Oh, hij schijnt ook heel erg door. Een trui met bloemen. Ik hoop dat ze niet kriebelen. Je kan trouwens ook gewoon returneren bij Shein. Als alles niet echt is wat ik wil, dan is het wel zonde. Ik vond het zo'n leuke trui. Er zijn allemaal van onder zo strak en van boven best wel groot. En bij de armen ook best wel groot. Ik moet het echt passen. Ja, kijk, dit is echt geweldig. Maar mensen plaatsen dus foto's van hun kleding zodat ze punten verdienen. Maar daardoor kan je super veel reviews bekijken. Heel veel foto's zien van hoe het staat bij mensen. Oh, deze kleur is wel echt heel heftig. Ik heb er twee van deze. Volgens mij een beige of een zwarte. En een roze. Wat ik zelf niet zo mooi vind, is dat het zwart, je ziet zeg maar dat de basis is donker en er overheen zit roze. Dus je ziet het donkere door de stof heen. Maar als ik het zo zie, valt het reuze mee. Op beeld zie ik dat in ieder geval niet echt. Maar dit is wel heel heftig. Ik twijfel heel erg over deze. Maar als je in een goede vibe zit en lekker in je vel zit, is deze trui echt fantastisch. Maar het is wel leuk. En in zwart. Maar bij elkaar was ik nog geen 90 euro kwijt voor dit alles. Het is wel goedkoop. Het is wel echt heel leuk in zwart. Ik vind dat de maten wel goed zijn. Het is trouwens wel heel lekker dik. Sofje. Beetje elastisch. Nou, ik ben best wel benieuwd. Nog niet. Nog één ding. Oh ja, een broek. Wel heel anders dan op de foto, vind ik. Maar het is altijd lastig te zien met stofjes en zo. Wat is dit voor een raar broekje? Heel zacht. Nou, ik vind hem wel mooi op zich. Deze is heel kort. Oké, nou, ik moet alles ook nog gaan passen. Maar dan hebben jullie het in ieder geval pas zo gezien. Echt een hele rare. Op de foto was de stof zeg maar zo. Zoals de binnenkant. En niet zo, zoals de buitenkant. Wow, ik ga deze broek even aan doen. Hij ziet er zo comfy uit. Oh my god. Zo lang ben ik niet. Kijk deze lengte, jongens. Jammer, want hij zit op zich wel lekker. Dit is echt geen gezicht. Zo kort. En als je het zelf geknutseld hebt vroeger op school. Weet je wel, deze is wel echt cheapy. Oh, deze broek is nog best wel oké trouwens. Maar ik heb een L genomen, dus ik had beter een XL kunnen nemen. Die vorige was ook een L, die bruine. De lengte is deze tenminste eindelijk een keertje normaal. Maar die band gaat hier zeg maar helemaal draaien. En hij zit voor mij wel te strak, maar dat is gewoon omdat ik een maat te klein heb. Oh, prima broekie. Die XL zit wel beter. Hij heeft een hele wijde pijp wel in. Ik weet niet of ik dat zo mooi vind. Het zijn wel gewoon prima kledingstukken. Huh. Niks geks of zo hier aan. De trui is super zacht. Hij is alleen net te cropped, maar mijn buik loopt tot hier. En hij valt, weet je, dan moet ik hem de hele tijd zo trekken en zo valt hij niet. Hij valt eigenlijk best kort. Superleuke pofmouwen. Geweldig. Dus eigenlijk is hij gewoon fantastisch. Alleen ik kan hem niet dragen zoals ik wil, dat is lekker lang oversized. Dus hij gaat dan toch in een broek moeten. En je weet dat ik daar niet heel erg van hou. Qua achterkant vind ik dat wel leuk. Heel leuk. Het is toch mega leuk, jongens.
ben benieuwd of welke maat ik heb genomen. Want nu wil ik eigenlijk een maat groter, zodat hij misschien langer valt. Ik hoop dat hij zo valt. Nou, ik ben wel positief verrast. Ik heb een L, dus ik kan nog een grotere nemen eventueel. Leuk zeg. Deze valt wel lang. Ook super zacht. Ik ben best wel blij hiermee allemaal. Leuk. Het model is wel beter voor mij. Valt gewoon goed. Oh my god. Hij is op zich ook juist wel leuk omdat hij zo valt hoor. Alleen ik hou daar gewoon minder van. Maar ik vind die mouwen gewoon geweldig. Ik hou heel erg van zulke mouwen. Ze hadden best veel dingen met zulke mouwen. Oh, nu wil ik echt meer bij Shein bestellen. Ze hadden deze in heel veel kleuren ook. Dit is echt een trui die ik op mijn eigen webshop zou willen hebben. Ik heb nog één trui om te passen. Maar ik ben tevreden. Leuk. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met dit soort veehals gestreepte trui. Want eigenlijk hou ik er een soort van niet van, maar toch weer wel, als je snapt wat ik bedoel. Dat is een beetje kak. En aan de andere kant vind ik het ook geweldig. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind donkerblauw op zich ook wel mooi. Ook een super chill stofje. En weer die leuke mouwen. Nou, laat even weten wat je er allemaal van vindt. Ik ben echt heel erg enthousiast. En laat ook even weten of je vaker bij Shein bestelt. Of dat je nu iets gaat bestellen door dit. Geweldig. Heel positief verrast. Goedemorgen jongens. Ik wou jullie nog even dit laten zien eigenlijk. Dat heb ik nu 1,5 maand misschien. Merel van Blackbird had dit. En die was toen best wel bruin. Daar had ik het ook besteld. Maar je hebt echt best wel veel size waar het veel minder duur is. Ik weet even niet meer waar ik het had besteld. Iets met een Griekse ei. Je denkt dat is echt een vage site, maar hij is wel goed. En bij Look Fantastic bijvoorbeeld, dat soort websites, is wel goedkoper dan bij bijvoorbeeld Douglas. En ik dacht, oh duur, iets van 20 euro. Maar zonnebank is duurder. Dit is dan hoe een nieuw flesje eruit ziet. En een oud flesje ziet er echt lelijk uit hoor. Beschadigt heel snel. Volgens mij kan je het wel goed opbouwen. Dus ik heb het nu op. Je ziet eigenlijk niks. Maar het geeft je net iets meer kleur. En ik vind dat wel heel chill. Voor als je geen make-up op hebt, alleen dit. En je kunt dus ook meer doen. En ik wou zeggen dat ik die crème van Balea, deze, vind ik echt mega chill. De beauty collageen. Maar ik gebruik hem dus als dagcrème. Omdat hij mijn hoofd niet zo doet glimmen. Dus, en als nachtcrème. Maar ik heb er maar één. Deze vind ik echt dus een aanrader. Gewoon een witte crème. Gisteren zijn we heel eventjes naar de stad gegaan in Zoetermeer. Maar ik was echt nog steeds zo verrot. We hebben gordijnen gekocht. We weten niet of het wat is. Maar ik zal ze even laten zien. We willen dus, we hebben nieuwe kozijnen laten zetten en zo. Het huis nog steeds echt niet af. Het gaat duurt te lang. Maar we willen hier dus graag mooie velvet gordijnen. Maar dat kost gewoon 1500 euro of zo als je een mooie wil. Toen zagen we bij de casa dus deze. En ik vind groen heel mooi. Ik weet niet of het past in onze stijl van de woonkamer. Want nou ja, daar bijvoorbeeld blauw. Maar ja, we hebben het nu over daar. Dus nou, we gaan straks even kijken of het wat is. Het is in ieder geval niet met van die ringen zoals de meeste van de klaargordijnen. Het is gewoon met dat je er of een buis doorheen doet. Of die haak, weet je wel. Of het aan die draadjes had. Dus ja, en ik zag bij de Xenos zoveel snacks dat ik dacht ik wil weer een keer zo'n video maken. Maar ik weet dus echt niet van ga ik een los video maken, ga ik het in een vlog doen. Het leek me ook best leuk om af en toe van dat soort dingen op TikTok te doen. Maar dan denk ik ja, ik heb daar 250 volgers, waarom zou ik dat doen? Why? Maar oké. Ik zag echt heel veel leuke dingen. Een paar ongezonde dingen, van dit soort dingetjes. Maar ook heel veel juist healthy snacks en zo. Yummy. Hi. Hij heeft dus de allerlaatste deur van het huis erin gezet. Zo chill dat hij dat allemaal kan. Vet veel werk. Je moet ook die sloten er zelf op boren en alles. Die deurhendel. Maar ik zal even naar mijn snackjes kijken. En dit is eigenlijk het enige wat ik heb qua een beetje zo'n proefvideo-achtige dinges. KitKat kastanje, KitKat mint. Ik weet eigenlijk niet of dit wel nieuw is. Mega jawbreakers op een stok. Dat heb ik bij de Hoogvliet in de stad gekocht. Dit ook bij de Xenos volgens mij. En verder zijn het eigenlijk alleen maar een soort van chips dingen. Wow, ziek. Veel heb ik gekocht. Echt gestoord. Nou, dit is ook nog wel een beetje zo video-achtig. En dit ook wel. Honey mustard onion pretzel pieces. Nog meer pretzel pieces. Oh, dat is hem niet eens. En nog meer. Pretzels. Peanut butter. Dit is wel video-achtig.
Hier ben ik verder gewoon verder heel benieuwd naar eigenlijk. Dat is allemaal niet heel boeiend. Dit zijn dus lotus seeds. Maar wat zijn eigenlijk lotus seeds? Zijn dat bloembollen? Ik weet het niet. Maar dit is misschien meer voor een vlog. Wat vinden jullie? Ja, ik loop dus nu al achter. Terwijl ik niet te laat ben met uploaden. Maar mijn vlogs lopen zeg maar 2 weken achter of zo. Dus als ik het dan nu vraag, is het alweer te laat. Hoe irritant is dat? Nee, dit vind ik allemaal niet echt boeiend voor een video. Dit zijn superfood crackers. En naar deze. Ik hou van Xenos. Boostballs. Nooit gehad, wel vaker gezien dit soort dingen. Gedroogd fruit. Nee, dit vind ik allemaal een beetje te saai voor een video. Deze kunnen wel. Het is zo oldschool om hier een video over te maken. Ik ben er dus zo blij mee dat ik hier allemaal lades heb. En dat ik ook nog een leeg vakje heb. Dan ga ik dit lekker hier leggen. We zijn even in Ikea. Ik vind het best wel mooie kussen. Ik heb zo. Kijk dit. Een soort van gehakt waar je vormen mee kan maken. Van pea protein. Kijk, bij de Amazing Oriental liggen nu alle sausjes met 25% korting. Dit was 11,65. Het ziet er echt super lekker uit en het ruikt heel lekker. Het zijn echt van die grote eitjes, zie je? Kijk, dit is een echt super lekker. Het is gewoon net vers gemaakt, alleen ze gaan nu dicht, dus dan doen ze alles met 25%. Yummy, we eten lekker taco's. Avocado. Gewoon heel simpel, niet wat ik hem opgemaakt. Gewoon avocado, tomaatjes, sla. Mais. Gekruid runner, gehakt met ui en knoflook. Komkommer. Oude kaas. Salsa, zwarte bonen. Lekker simpel en lekker. Bon appetito. Oké, lieve mensen, dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Sorry dat ik nog niet mijn Q&A heb gedaan over waarom ik gestopt ben met 35. Maar ik merk gewoon dat ik even de tijd nodig heb om even tot rust te komen en er een beetje van los te komen. Dat ik dan de vraag wil beantwoorden. Net wat je soms ziet toch als vrouwen een bevallingsverhaal gaan opnemen of zo, is totaal iets anders. Maar goed, dan hebben ze ook iets van eventjes wachten en dan ga ik mijn verhaal doen. Dat heb ik ook. Ik wil dat eigenlijk in deze vlog doen. Juist omdat ik ziek was en weinig beelden heb. En dan de tijd daarmee ook kan opvullen. Maar ik denk dat het volgende week komt in de vlog. Ik ben er gewoon nog niet echt aan toe. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Maar weet dat ik op dit moment dat het echt helemaal oké is. Dus no worries. Ik ben helemaal tevreden met de beslissing. En weer helemaal lekker mijn leven een beetje aan het opbouwen. En niks aan de hand. Maar het verhaal over hoe en wat en waarom. Ik heb het al 100.000 keer in mijn hoofd geoefend. En dat heb ik nooit, zeg maar. Nooit denk ik na van tevoren hoe ga ik het vertellen. Echt nooit. Maar ik moet gewoon nadenken over hoe ik het met jullie ga delen. Ik wil niet liegen, maar ik wil ook niet. Bepaalde dingen kan ik weer niet zeggen, snap je? Dus nou, het komt eraan. No worries. Het gaat goed met mij. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Omdat ik ziek was, dus wat korter. En ik zie jullie graag bij de volgende. En op Instagram en TikTok. Doei!